En ze synthetiseren nu gewoon de werkelijke wereld fotorealistisch en gaan daar het spelletje autorijden in spelen. En dat wordt vervolgens in het neuraal netwerk weer in zo'n Tesla geschoten. Alle kennis wat hij heeft van verschillende gezichten genereert hij weer een ouder, nieuwe, meer vrouwelijk, meer mannelijk, meer baard, minder haar. Maar eigenlijk kun je dus niet meer zien wat het verschil is tussen gesynthetiseerd en de echte wereld. Maakt een kopie van de virtuele wereld en geef hem een opdracht en vind het maar uit. Op een gegeven moment zie je hem dus strategieën ontwikkelen die je gewoon een mens ook zou doen. Smaakt dit naar meer? Is dit eigenlijk misschien het begin van nog een volgende sessie over machine learning? Ja, ik denk dat het heel mooi is om daar gewoon vanuit Zynga daaraan aan mee te werken, zeg maar. We willen heel graag de kansen van AI in de Achterhoek uitrollen, zeg maar. Ja, dit biedt legio kansen, zowel in het eigen bedrijfsproces, maar ook gewoon in de producten. Bijvoorbeeld, je kunt van een fabrikantleverancier zou je kunnen denken aan dat ze zelf met kunstmatige intelligentie kunnen voorspellen wanneer het product kapot gaat, al voordat hij kapot gaat. Nou, dat levert u gewoon super besparingen.